Show. Welkom bij de Daily Business Boost. Mijn naam is Aramiek en ik neem je in deze show mee in mijn ondernemerswereld. En ik help jou door het delen van de beste tips en tricks om je business dagelijks te laten groeien. Vandaag is jouw tijd, dus let's get louder. Ja, dames en heren, van harte welkom. Kijk eens wie we daar hebben. Yeah, daar ben je. Wat geweldig dat je er bent. Lieve Rianne, lang geleden. Goed dat je er bent. Goedemorgen. Een hele goede morgen. Goed dat je er bent. Iedereen ook welkom, alle live-kijkers en luisteraars. Dames en heren, het is een waar genoegen, want we zitten vandaag over, 24.634 downloads. Hey, dus het gaat echt massaal richting de 25.000. Dus yes, dankjewel alle live-kijkers, alle lieve luisteraars. Geweldig dat jullie er zijn. En het is genoegen, want ja, Rianne is er weer. Yeah! Nou ja, ik was er wel in mijn wifi. Was er niet. Ja, dat was toch. Dat was heel apart. Kijk, wie zegt Marlou zegt, ja, good morning, lovely people. Goedemorgen, Marlou. Goedemorgen, goed dat je er bent. En yes, ik heb het gisteren al aangekondigd. Deze 8 weken zijn de weken voor de Summer Sales Festival. Dat zie je ook met al die prachtig mooie stranden. Dankzij Chantal komt net binnen. Dankzij Chantal met prachtig mooie effects. Buenos dias. En dus, wil je meedoen met de Summer Sales Festival, dames en heren? Deze week hebben we het over jouw beste jaar ooit. Ga ik ook zo meteen met Rianne over hebben, want dat is een heel mooi onderwerp in combinatie met Law of Attraction natuurlijk, maar zeker omdat zij het goede voorbeeld geeft. Maar zeg je dan, hey, ik wil ook jouw beste jaar ooit hebben. Ik heb daar een thuisstudie cursus voor. Check dailybusinessboost.com. In plaats van 697 is het alleen maar deze week tot en met zondag voor €17, dames en heren. Dus mocht je dat willen, that's what the summer sales is about. Zo, lieve Rianne, vertel eens, give us some updates. Hoe is het daar dan? Ja, lekker. Ja, het is heel fijn hier. We zitten er nu bijna 2 maanden. En ik ben ook weer heel blij om over een dikke week weer naar Nederland te gaan. Ja, dat klinkt misschien raar, maar het wordt hier echt ontzettend warm. En het laatste wat ik ga doen is klagen. Maar het is ook fijn. Ik merk dat ik... ik vind het fijn, die afwisseling. Het leven hier op Ibiza en het leven in Nederland, omdat het ook zo verschillend is. En als wij over een dikke week weer terug naar Nederland gaan, dan is het in Nederland natuurlijk ook zomer. En dat vind ik ook heel fijn om mee te maken. Dus die afwisseling, ja, heerlijk. The best of both worlds, zeg ik dan. Heerlijk, heerlijk. En meteen om de koe bij de horen te vatten, wat het niet persoonlijk, om de prachtig mooie dame bij de horen te vatten, is hoe heb je dit gekregen? Wat heeft dit te maken met jouw beste jaar ooit? Heb je dit gepland? Overkwam je dit? Ging het per ongeluk dat je beste jaar, je mooiste leven op jouw beste jaar ooit aan het leven bent? Hoe in godsnaam heb je dit bereikt? Je bedoelt het leven hier en het leven in Nederland. Dat je de luxe hebt om gezellig bij Ibiza te zijn, daarna naar Nederland te komen. Niet te klagen over het weer, maar dan we straks in Nederland weer naar je zin te hebben. Goh, ik zit geintjes te maken. Maar hoe heb je dat? Waar is het idee ontstaan? Hoe zijn jullie daarmee omgegaan? Ja, dat is. Kijk, nou hebben we het al over de wet van aantrekking, waar ook mijn nieuwe training over gaat. Maar het mooie is dat manifesteren is iets wat je niet doorhebt. En als je het wel door begint te krijgen, raak je het kwijt. Dat is als je net, controle erover gaat, zet een vlieg. Ja, dat is een beetje hetzelfde als dat je op een gegeven moment ergens op het terrasje zit en alles klopt, leuke mensen, je wijntje is net lekker koud, het klopt allemaal, het goed zweertje. En dan denk je, oh, zo, ik zit me een tijdje gelukkig te wezen. En op het moment dat je dat beseft en je wil het vasthouden, dan bijt je ook weer kwijt. Dus dat zijn momenten. En voor wat betreft dit is gestart in 2012. En dit is gewoon echt een manifestatie geweest in de zin dat we... om een voorbeeld te geven, we hebben dit huis gekocht. Dit is trouwens meteen een mooie discussie. En ik ben ook heel benieuwd wat de mensen ervan vinden. En dan ga ik concreet antwoord geven. Kun je alles manifesteren? Vind ik een hele mooie. Oh. Maar dit huis is echt op ons pad gekomen. We hebben hier geen makelaars voor in de hand genomen. We hebben dit zonder makelaar gekocht. Sterker nog, ik had het van binnen nog niet gezien. Maar we hebben het wel gekocht. En we hebben er ook geen bouwkundig rapport op. En alles wat we in Nederland
nooit zouden doen. En wat ik hier ook mensen echt af zou raden om het te doen zoals wij het hebben gedaan. Maar op een of andere manier is dat een flow geweest. 2012 heb jij dus hier ons huis gekocht. Met het idee, jeetje, je zomaar een tweede huis op Ibiza hebben. Weet je, dat was voor ons gevoel dat kon niet. Maar toch daar een soort naar elkaar uit durven spreken. Misschien is dat wel de eerste stap geweest. Is het uit durven spreken van je droom. Moet ik even draaien? Is dat handig? Ja, misschien handig. Maar Lou zegt, inderdaad, je zit een beetje in de schaduw. Wacht even dan. Even kijken wat er gaat gebeuren. Ja. Het ligt er meteen. Ja, veel beter. Wacht even. Even een kussentje. Voor mijn derrière. Yes. Ja. Perfect. Nou ja, het begint denk ik met het uitspreken en de absolute motivatie en dedication om het waar te maken. En niet te denken vanuit wat er allemaal niet kan. Want ik hoor heel vaak van mensen die zeggen, ja, ik wil dat eigenlijk ook wel wat jij hebt. Dan denk ik, ja, maar ga starten. Ja. Dat denk ik ook wel eens als ik vrouwen met hele mooie grote borsten zie. Dan denk ik, ja, ik wil dat eigenlijk ook wel. Ja, weet je, je zult er toch iets voor moeten doen. Robert Schumacher. Die droom heb ik al laten varen. Robert Schumacher, 069666. En als je klaar bent, hang je op. Nou ja, dat is ook het mooie als je ouder wordt. Krijg je ook overal, word je milder en dan krijg je meer liefde voor jezelf. Maar nee, wat ik maar wil zeggen is, als je echt iets wil, dan zul je ervoor moeten gaan. En wat wij hebben gedaan is, niet in de zomer, maar buiten het seizoen, op allerlei rare momenten van ons allerlaatste geld, echt hoor, tickets gekocht hierheen en gewoon zelf op onderzoek gegaan. Was er garantie? Dus was het gegarandeerd, je resultaat? Was er garantie? Nee. Was er beloofd? Nee, natuurlijk niet. Nee. Okay. In ons hoofd wel. Ja, en in ons hart. Ja, dat is leuk. Nee, maar juist niet. Precies. Juist niet. Precies. Juist niet. Want de meeste mensen denken, budget, als ik maar garantie heb, als maar beloftes worden gedaan, dan is het allemaal op orde. Guys, luister naar wat ze zegt. Ik wil hem even benadrukken. Van je laatste geld heb je put the money where the mouth is. Heb je commitment getoond. Je bent er naartoe gegaan. Je hebt gesproken. Je hebt gedeeld. Je hebt angsten beleefd. Je hebt onzekerheden gevoel. Kan me niet anders voorstellen. Dat zo'n proces, dat stukje ook. Het is mensen denken altijd, oh, ze heeft zich gemanifesteerd met volle liefde, 100%, 1000% continu. Ik kan me niet voorstellen dat het zo is gegaan. Nee, en wat natuurlijk zo mooi is, in de law of attraction zit natuurlijk ook action. Je hebt het te doen. Je hebt het te doen. Je hebt je nek uit te steken. Je hebt gewoon inderdaad je allerlaatste geld erin te steken. En wij waren alle twee ook oké met dit is wat we te doen hebben. Maar wel die hoe een beetje loslaat in die zin. We gaan dit doen omdat we dit willen doen en we geloven er ook in. Maar mocht het niet, we gingen er niet heen van we moeten met een huis naar huis. We gingen er heen omdat we voelden dat we het te doen hadden. En niet één keer, niet twee keer, vijf keer, zes keer, zeven keer. Iedere keer weer sparen voor je ticket in een goedkoop hotelletje zitten. Je zet hem expres in weien, want het is een teamwork, hè, wat je zegt. Ja, oh ja, absoluut, absoluut. Absoluut, ja. Mijn man is gewoon wat al betreft. Alle credits ook naar Walter bij deze. Maar dat is heel vaak wat mensen niet beseffen. Mensen denken dat je alles in je eentje doet, / dat het allemaal makkelijk is. Maar als je in een gezin bent, in een relatie bent, dames en heren, het is teamwork. Het is team effort. Het is echt, het is niet. Ik herinner me dat we naar Spanje gingen. Mensen zeiden van, ja, wat spannend voor jou. Ik zeg, joh, het is niet voor mij. We zijn met een gezin. We zijn met Chantal, Charlotte. Iedereen is daar en die levert een bijdrage. Even kijken wat Marlou zegt. Ja, zo zijn ook veel mensen. Ik leef in visualisatie al in mijn droma's in Nederland. Het is volop gegeven. Oké, je bent 6 keer heen en weer gegaan. Laten we het verhaal oppakken. Je bent 6 keer heen en weer gegaan. Niet met de bedoeling om controle te hebben dat je een huis had. Wat is er toen ontwikkeld? Wat hebben jullie ervan geleerd? Het belangrijkste wat ik vanuit Law of Attraction geleerd heb, is dat manifesteren zie je pas achteraf. Dat is connecting the dots. Dus als je, ik ben hier nooit heen gegaan met het idee, ik ga een huis manifesteren. Wij zijn hier gewoon heen gegaan omdat we die droom uit durfden te spreken. En nog wel met een beetje het realistische beeld van, ja, dan moet je naar een makelaar, dan moet je dit. En in het begin ga je ook die weg. Maar het openstaan voor magic, en daar bedoel ik mee, the universe always has a better plan. En hoe het bij ons is gegaan, heel concreet, en dat staat ook in mijn boek voor de mensen die het echt willen weten, is dat uiteindelijk kwam Walter, die ging eigenlijk brood halen 's ochtends, bleef een halve dag weg, ik dacht oké, het zal wel, en kwam uiteindelijk terug en zei, ik denk dat wij ons huis hebben gevonden. Wauw. En
Terwijl hij ging brood halen. Dus daar zit zo'n verhaal nog aan vast dat hij iemand tegenkwam. Die zei, are you looking for a house? Lang verhaal kort, are you looking for a house? Walter zei, ja. En toen zei die man, moet het zeezicht hebben? Toen zei Walter, nee, want wij dachten, ja, met ons budget. Jezus, nee, natuurlijk niet. En hij reed achter die man aan en kwam uiteindelijk hier bij dit huis terecht, wat natuurlijk nu ons huis is. Liep het dak op en zag gewoon dat we mega zeezicht hadden. Maar die tuin was zo overwoekerd dat je dat gewoon helemaal niet meer zag. Prachtig zwembad erin. Nou ja, prachtig. Groot zwembad. We hebben het uiteindelijk natuurlijk allemaal verbouwd. Maar... En vervolgens is hij gaan bieden. En zijn we 's middags hierheen gereden. Zijn we over de hekken heen geklommen. Zijn we eromheen gelopen. Hij is gaan bieden. Is nog een heel verhaal aan, nog aan. Maar goed, uiteindelijk heeft het een half jaar geduurd. En hebben we het uiteindelijk kunnen kopen. Van, rechtstreeks van de eigenaar. Wow. Dus dit heeft, als je denkt... Dat is denk ik een hele mooie les als het gaat om de wet van aantrekking. Wij Nederlanders, denk ik, wij Europeanen, zijn heel erg van... planning. Dus een strategie. Oké, je wil een huis kopen in het buitenland. Nou, ik denk dat Richard kan er ook alles over vertellen. Je wil een huis kopen in het buitenland. Dan ga je een strategie bedenken met elkaar. Van nou, dan gaan we dit doen, dan gaan we dat doen en dan willen we daar. We gaan allemaal op Google kijken. Je gaat op Idealista kijken. Oh, je gaat op Funda, je gaat dit, je gaat dat. En onderzoek is altijd goed. Maar... als jij los durft te laten en het op een gegeven moment, oké, je gaat op basis van die strategie, ga je een beetje, maar je durft die strategie ook los te laten als er iets gebeurt, wat onverwachts gebeurt, en je durft daarin mee te gaan, dan pas geef jij het universum de kans om met jou te co-creëren. En co-creëren leidt tot manifesteren. Maar hou je vast aan, nee, want we hebben om tweeën die afspraak met die makelaar, dus we moeten dit, zeg die afspraak af. Als jij iemand tegenkomt die zegt, weet je, ik weet niet wat je zoekt, maar weet je, hebben jullie zin anders in een borrel? En je denkt, nee, dat kan niet, want we hebben om 2 uur afspraak met die makelaar. Ga die borrel doen. Als het goed voelt, als je intuïtie zegt, dat hebben we te doen. Op die borrel ontmoet jij iemand die zijn huis te koop heeft, ik noem maar wat. Dat is hoe het universum het brengt. Niet volgens jouw strategie en planning. Universe has always got a better plan. En dat is bij ons ook precies zo gebeurd. Wat een mooie frase, Chantal ook. Wat geweldig zeg. En als je op terugkijken. En die man, was dat de eigenaar? Of was het een tussen... Wie was dat dan uiteindelijk? Is het een tussenpersoon of wat? Ja, dat was gewoon iemand die hier het huis beheerde voor die mensen. Geweldig. Omdat het was een bejaard Engels koppel. En die konden eigenlijk niet meer reizen. En hij zorgde, ook in de tijd dat zij nog jonger waren, maar voor die woonden hier ook op deze heuvel. En die zorgde gewoon voor dit huis. Dus die maakte af en toe het zwembad schoon en nou ja, dat soort dingen. En die wist gewoon dat die mensen het huis te koop hadden. Dus die zei, nou ja, rij maar met me mee. En die heeft ons weer in contact gebracht uiteindelijk met de eigenaren. Wat fantastisch. Fantastisch, wat een prachtig verhaal. Risha zegt, ja, hola guapa, guapo. Goed zo, Richard. Marlou zegt, heerlijk dit. En ik zal je een ding vertellen. Volgens mij zit Richard op kantoor bij Bas. Zo hebben wij een van onze beste vrienden leren kennen. Wat je zegt van, hey, laat de afspraken los. Terwijl wij in Spanje zaten en wanhopig op zoek waren naar allerlei mogelijkheden. Want we kwamen daar, we hadden andere voorbereiding, laat ik zeggen. Life happened in Spain. En we waren wanhopig op zoek naar... de volgende woonruimte. Toen had ik ergens in Facebook, in een van de groepen, had ik een bericht gestuurd van, jongens, waar moeten we op letten als we een huis gaan huren? Dus kunnen jullie ons helpen? Dat is een Nederlandse groep. En er was één iemand, die zit volgens mij nu bij Richard op kantoor, tenminste als Richard op kantoor zit, Bas, die had een bericht gestuurd van, joh, wat leuk. Geen idee wat jullie zoeken, maar weet je, morgen zit ik bij Torrevieja, ergens echt gewoon, seriously, 30 kilometer verder. Kom even een kop koffie drinken. Ik ben benieuwd. Misschien heb ik wel wat voor jullie. En ik heb even gecheckt bij hem hoe het was. En ik zei tegen ze al, ja, moeten we doen, moeten we niet doen. Het zag er ook oké uit, betrouwbaarheid slash van even kijken wie het is, maar echt fantastisch. En we zijn de volgende dag of 2 dagen later, volgens mij, zijn we naar Torrevieja gegaan, of bij Benioffar, Chantal weet dat veel beter, wat de eerste afspraak was. En echt, sindsdien, uiteindelijk heeft het niet geleid naar ons huis. Uiteindelijk heeft het niet geleid naar ons perfecte leven. Uiteindelijk heeft het niet geleid dat we in Spanje bleven. Uiteindelijk heeft dat niet geleid dat we kregen wat we kwamen halen. Uiteindelijk heeft het niet geleid tot de juiste school voor kinderen. Maar het heeft geleid tot een prachtige mooie vriendschap, die al meer dan 4 jaar volgens mij is, in iedere keer dat we in Spanje zijn, of iedere keer dat Bas hier is, of wat dan ook. Dat is zo'n diepgaande vriendschap geweest. Wat ik probeer te zeggen, en Richard, als Bas bij jou is, geef hem een dikke knuffel, is
soms is het ook zo dat universum manifesteren, is het ook niet altijd dat we krijgen wat we hopen dat we kregen. Hè? De controle, het gewenste resultaat. Maar de side effects, het feit dat... En Bas, echt alle credits voor Bas. Bas Nissen, dames en heren, check hem out. Op Facebook, op LinkedIn. Hij is fantastisch, een van de beste makelaars die ik ken. Een van de beste vrienden van ons. Fantastisch netwerk. Die heeft ons echt 3 dagen op touw genomen. Met zijn tijd heeft hij meegenomen naar zijn oude basisschool. Heeft hij meegenomen naar een aantal huizen te kijken. Is hij een paar keer met ons meegeweest terwijl we een huis gingen bezichtigen. We kwamen in een huis, dat was zo grappig. Het was een appartement, volgens mij was het Beniofar. En daaronder was een kroeg met een motorclub. Maar daar mochten we niet in. We mochten de bovenkant hebben, zeg maar de onder de eigenaar. Weet je, dat soort dingen samen met elkaar meegemaakt. Ook dat vind ik altijd een law of attraction verhaal. Was het kennelijk de bedoeling dat we de vriendschap met Bas zouden zich ontwikkelen in plaats van onze mooiste leven toen of wat dan ook. Oké, okay? Want dat vind ik ook een van de mooiste dingen dat je dus loslaat of dat je niet kan controleren, dat je de vlinder niet moet gaan vastpakken. Soms zet het universum het leven ook andere plannen met ons. En dat vind ik ook echt prachtig. Want stel je voor dat Walter die dag niet brood was gaan halen. Wat was er gebeurd? Ja, ik, voor mijn gevoel, wat nog belangrijker is, hij was brood gaan halen en hij was gaan kijken bij het huis waar we ooit, het eerste huis waar we een bot op hebben gedaan. Wat nu nog steeds als een vervallen, weet ik veel wat, hier ergens hoog in de heuvels ligt. En dat trok hem en daar kwam en dat was dus weer de buurman daar, dat wisten wij dus niet. Ik denk dat wij dan nooit een huis hier hadden gehad, want het was een soort van, met het budget wat wij hadden, hebben we nu uiteindelijk, het is ons gewoon echt ons paradijs gecreëerd. Maar met dat budget hadden wij niet mega veel keuze. Want we wilden natuurlijk wel een zwembad. En we wilden wel op een plek waar je in ieder geval een geasfalteerde weg naartoe had. Omdat het hier ook ontzettend kan regenen. En dan spoelen gewoon soms wegen weg. Dus aan die voorwaarden voldeed het. Dus ik denk dat dit gewoon meant to be. Dit huis heeft ons gekozen. Dat geloof ik echt. Dus hij had daar, kijk, op het moment dat Walt had, dacht nee, want ik ging brood halen en ik wilde bijvoorbeeld de krant halen, ik zeg maar wat, een paar dingen. Ik heb een dus plan, nu even ik heb een niet plan uit. Voor de dag, ik ga weg. Want het komt even niet uit en bla bla bla, we krijgen nog bezoek en er komen vrienden en nou, dan was dit nooit, tuurlijk was dit huis nooit op ons pad gekomen. Dat vind ik zo mooi en nu zegt Richard, ben ook je vriend, haha. En ja, en via Bas, zijn we ook in contact gekomen met Richard, we zijn er gewoon gezellig bij Chinees gaan, vorige keer dat we daar waren, is ook vriendschap met Richard ontstaan. Dus weet je, ook op die manier, het is veel meer dan vriendschap by the way, zowel met Bas als met Richard, op die manier helpt het universum ook. En Marlou zegt, even kijken, zo heb ik ook een aantal jaar geleden gehoord hoe Umberto Tan zijn droomhuis heeft gerealiseerd. Niet per se deze manier, maar regelmatig bezoeken en voelen hoe het is. En nu is mijn vraag aan jou, Rianne. Als we het toch hierop hebben over het creëren van jouw beste jaar ooit. Hoe ziet jouw volgende beste jaar ooit eruit? Hoe ziet jouw aankomende 12 maanden uit? Je bent heerlijk aan het genieten op Ibiza. Over een week ben je in Nederland. Ga je hier weer gaan genieten. Is dit het? Heb je het al bereikt? Of wat zijn je volgende dromen? Nee joh. Maak ons gek. Nee. Nee, nou, ik zou ook voor mij zou het heel slecht zijn als ik zeg, ja, nou, kijk, ten eerste, ik leef mijn droomleven. Dat is absoluut waar. Yes. Maar ik vind dat er altijd stretch in zit. En dat is niet omdat ik een rupsje nooit genoeg ben, maar ik heb nog veel meer mijn stem te laten horen. En ik heb nog veel meer impact te maken op mensen. En ik heb nog veel meer, ik heb het gevoel dat ik een... ik ben echt on a mission om ook andere mensen het leven te laten leven wat bij hen past. En dat hoeft helemaal niets met Ibiza te maken. Het hoeft ook helemaal niets met buitenland te maken. Gewoon datgene doen en durven op te staan voor datgene waar je hart sneller van gaat kloppen. En ik heb me daar te lang, nog steeds wel, daar krijg ik ook hulp bij van jou, een beetje voor verborgen, zeg maar. En het moet gewoon de komende 12 maanden... moet dat er meer dan ooit nog uit gaan komen om nog meer impact te maken, nog meer mensen te bereiken. En met elkaar, en juist nu, en daar word ik best een beetje emotioneel van, maar juist nu in deze periode, in deze tijd, in deze enorme gekke tijd, een enorme bubbel van positiviteit te creëren. Een bubbel van kansen zien en pakken. Een bubbel van elkaar alles gunnen. Een bubbel van overtuigd zijn van overvloed. Er is genoeg, altijd, voor iedereen. Maar dat is er alleen als je zo durft te denken en te handelen. En dat is gewoon wat ik te doen heb. We gaan het verschil maken met elkaar. En dat gaat je individueel heel veel opleveren. Maar het gaat uiteindelijk ook in
Surround yourself with like-minded people. En dat zijn ook mensen, net als ik, die geloven in het succes van anderen. En dat dat niets te maken heeft met dat jouw succes daar minder door zou zijn. Of dat je daardoor minder kans hebt op succes. Nee joh, juist je omringen met die mensen die ook lekker, weet je, ook die dream chasers, die dromenjagers. En ja, potverdorie, dat heb ik gewoon echt te doen, Aramiek. Ja, hè, potverdorie. Ja. Dames en heren, ik ga een commitment vertellen van ons. Die zegt de 100 deelnemers gewoon aan de nieuwe training van Rihanna. Ik bedoel, als je nog niet zo hebt, eng als je dat zegt. 100 deelnemers. Club van 100. Club dat is de 100. Hashtag die echt... Yes. Club van 100. Dat is de hashtag die in mijn hoofd zit. En dat gaan... Dat moet gewoon gaan gebeuren. Gewoon Club van de 100. Want wil je iets vertellen over je aanstaande training? Waar ben je in die ontwikkeling? Club van 100, zei je. Waar zit je in de ontwikkeling? Nou, het is een... Ik heb hem nu Love Your Life, heb ik hem genoemd. Maar die titel moet nog veel meer badass, weet je wel. Want het mag echt wel... te gek. Ik ben lid van Club van 100. Club van 100, ja. Nee, het is een Law of Attraction training. Maar dan echt anders. Hij is... Marlou is erbij. En dat vind ik zo te gek. Kijk, de wet van aantrekking is best wel... wat ik merk, ook bij anderen, is dat die best wel serieus aangevlogen wordt. En dat mag ook. En dat is ook goed, doe ik ook. Maar ik ga de verdieping in met allerlei opdrachten, oefeningen, filmpjes, video's, meditaties, affirmaties. Het is een online pakket, dus online training, maar ook met een flinke dosis humor, nuchterheid en serieus vragen stellen. Want kun je inderdaad alles manifesteren? Daar wil ik zo nog even terugkomen. Maar er zit ook bij een geurkaars. Er zit een prachtige steen bij. Dat is een dankbaarheidssteen waar je iedere dag je oefeningen mee doet. Er zit een manifestation journal bij. En superbelangrijk en onbetaalbaar is die Club van 100 is jouw mastermind groep. En dat is onbetaalbaar. Dat is een club van mensen die net als jij hun nek uitsteken. Die hun dromen waar durven te maken. Die willen gaan samenwerken. Die je supporten. Die elkaar bijstaan met raad, daad, advies, netwerk. Noem het allemaal maar op. Waar ook ik in zit. En alleen dat al. Alleen die mastermind is die €2500 al waard. Maar echt. En je krijgt dus een training die, nou, waarvan ik nu al weet, want ik moet echt gaan schrappen. Maar misschien ga ik dat wel helemaal niet doen. Waar je en volgens mij wel een jaar lang mee vooruit kan. En omdat je het kunt herhalen, je kunt het terugkijken. Er zit van alles in. En dus wel zowel online als offline. En iedere laatste, ik denk donderdag of vrijdag, moeten we nog even kijken. Is er een live Zoom sessie? Waarin we met elkaar iedere keer de voortgang bespreken. Dingen waar je tegenaan loopt. Oké, laten we dat meteen dus uit de wereld helpen. Het is niet alleen maar een online programma. Het is een online coaching programma. Nee. Dus ze krijgen jouw begeleiding er ook bij. Het is niet zo van, oh hier koop je hem en ga lekker de modules doen. Ik laat je los. Nee. Als je me nodig hebt, het is echt een levendig groepscoaching programma wat online plaatsvindt, zeg maar. Laten we die disclaimer en dus ook in die tribe, zeg maar. We hebben nu nog een open tribe, maar er komt een besloten community voor deze mensen. Sec voor deze mensen die deze Law of Attraction training gaan volgen. En daar zit ik ook in. Dat is een soort Instagram, Facebook, weet ik veel wat groep, waarin je met elkaar... Maar dat is zonder algoritmes, zonder reclames, helemaal veilig. En daar kun je alles uiten wat je wil. En ook ik zit daar. En het is gewoon een hele... Ja, het is gewoon echt heel bijzonder. En ik merk dat ik een beetje in de vertraging zit met deze training. Omdat ik merk dat omdat het belangrijk is om het goed te doen. En omdat ik merk dat er zoveel nu aan impulsen in me opkomt. Dat ik denk, oh dat moet ik ook delen. En oh dat moet ik ook delen. Dat ik vorige week is allemaal hier geweest. En we heel erg gaan schiften van welke thema's en welke onderwerpen. Maar ja, dit is pas een er komt zoveel meer in. En vandaag ga ik starten met het opnemen van de allereerste video's. Wow, en ja, ik heb er gewoon onwijs veel zin in. Vet cool. Marlou zegt, ik heb dit al een tijd geleden uitgezonden. Deel uitmaken van een waanzinnige mastermind met like-minded people. Ik ontvang graag. Yes. Yes, 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 yes. Fantastisch. Ja, tof. Ja, oh, super tof. Geweldig, geweldig. Wat super cool zeg. Dus dat worden... Hey, want Aramiek, jij bent natuurlijk ook best wel thuis, hè? Of eigenlijk wel heel erg thuis op in die wet van aantrekking. Ik bedoel, jij bent natuurlijk ook echt een voorbeeld van wat je vanuit intuïtie en die wet van aantrekking kan bewerkstelligen. Niet doorvertellen, ja. Ga je gang. Nee, ik weet dat... Nou, weet je wat leuk is? Iedereen die wet van aantrekking toepast, praat er... Nou,
zeg maar, gunt het een ander ook om er ook over te praten en om het ook te delen. Omdat dat is namelijk de basis van wet van aantrekking. Daar is nooit concurrentie. Weet je, spread the word. Het is een soort liefde. Er is die hou je niet genoeg. Voor jezelf, dat deel je. Dat is ook meer dan genoeg. Het heeft toch geen enkele zin om het voor je te houden. Nee! Maar voor jou, hè, als ik dan jou de vraag stel, is alles te manifesteren? Wat zeg jij dan? Zeker weten. Want ik had hier een mooi gesprek over. Kun je een voorbeeld geven van iets wat jij gemanifesteerd hebt? Ik heb iedere keer dat ik iets echt mijn zin ergens op heb gezet. Dus niet vanuit hebberigheid, niet vanuit force, niet vanuit hebben. Maar echt intrinsieke motivaties gelukt. Ik heb meer dan, ik denk wel, ik kan wel 20-30 voorbeelden noemen waarbij ik wonderen heb zien gebeuren. Wat niemand voor mogelijk heb gehouden. Gewoon echt wonderen als in, niet ik liep over het water of niet van die dingen. Maar echt wonderen als in, kijk, ik kan je heel veel dingen, maar een van de grootste was voor mij in die tijd dat ik net in Nederland was. Ik heb Nederland vertegenwoordigd op een WK in Letland, wat eigenlijk niet mogelijk was. Ik ben Nederlands kampioen geworden met scholierenveldloop. We zijn als team, hebben ons gekwalificeerd. Maar ik had geen paspoort, ik had geen werkvergunning. Ik was een asielzoeker en asielzoekers mogen Nederland niet vertegenwoordigen. Ik was nog steeds de staatsburger van Iran, dus ik had geen paspoort. En dus ik had geen enkel recht, op geen enkele wijze was het mogelijk, juridisch gezien niet, financieel gezien niet, al die dingen niet. Dus snap je? Alleen ik had in mijn hoofd, ik word Nederlands kampioen met de bedoeling om naar de WK te gaan in oranje, Nederland gaan vertegenwoordigen. Bij mij was dat een wens, dat was een verlangen, niet normaal. En ik wist dat het er ook was. Het was niet zoiets van, ik heb geen enkel moment getwijfeld of het zou lukken of niet. Dat was zo grappig van het moment dat we bezig waren met de voorbereiding om Nederlands kampioenschap. Ik keek niet naar Nederlands kampioenschappen. Ik keek dus naar het WK in Letland. Want dat wisten we van tevoren. Dat is één. In dat proces om Nederlands kampioen te worden, heb je dus een aantal renners. Dan heb je 6 renners per school. Die rennen. Een eerste 4 die zeg maar binnenkomt, die plaatsen dient mee om als groep zeg maar Nederlands kampioen te worden. Zo moet je het een beetje zien. Het is individueel. Iedereen rent individueel. Maar als team kwalificeer je jezelf wel of niet naar het WK. En nu komt het. Ik wist dat ik geblesseerd was. Ik was geblesseerd. Ik was hard aan het voetballen. Maar ik ben daar naartoe gegaan. Ik was als 6e renner toegevoegd aan het team. Ze hoopten dat ik mee zou doen. Ze wisten dat ik snel was. Anyways, maar ik was geblesseerd. Ik weet nog heel goed. Het moment dat ergens halverwege van de 5 kilometer... mijn enkel weer ontzettend pijn. Dat ben ik gaan zitten tegen een boom. Dat weet ik nog. Tegen een boom ben ik gaan zitten. Ik was kapot. Alles deed pijn. Ik denk, nee, dit red ik niet. Ik zag al die mensen voorbij lopen. Ik zat in een kopgroep, maar ik zag al die mensen voorbij lopen. Echt de honderden scholieren zag ik voorbij lopen. En echt, het moment enige wat ik dacht, hé, waarom deed ik hier nou ook alweer mee? Oh, met het WK Letland. Letland roept me. En het was alsof en ik zie dat echt als beeld van Jezus. Ik was echt, die werd naast me gemaakt. Die heeft me gewoon echt zo opgetild. Gedragen, ik zweer het je. Je gelooft het niet, ik krijg helemaal kippenvel. Ik werd gewoon gedragen, werd in mijn oor gefluisterd. Je kunt het, ga ervoor. Ik zorg voor je. Dat was zo'n divine moment. En medisch is dat niet mogelijk met een gebroken enkel. Want ik scheen later mijn enkel gebroken te hebben. Dus ik heb met een gebroken enkel heb ik 2,5 kilometer nog gerend. Ik heb een sprint getrokken, de laatste 500 meter. Als ik een van die mensen die ik voorbij liep niet had voorbijgelopen, was ik niet als nummer 4 van het team geëindigd. Was ik niet op de juiste manier geëindigd, hadden wij het WK gemist. Was een ander team er naartoe gegaan. Dus dat was zo'n miracle. Maar dat begon, hey, ja, leuk. Ik dacht, yes, fantastisch. En het was echt, zo voelde het echt. Iedereen verklaarde me gek, want nadat ik gesprint had, ben ik gewoon op de grond gaan liggen van de pijn. Ik kon echt niet meer. Medics zijn gekomen, ik ben op brancard gedragen, heel veel drama. Naar het ziekenhuis geweest, enkel in gips. Ik ben teruggekomen voor de ceremonie, kijken of wat we hadden gedaan. Ik had haast, ik wilde weten of we kampioen zijn geworden of niet. Seriously, zo gek was ik op het spelletje, dat was in Arnhem. Oké, we werden het net aan vanwege dat ik één van die laatste was dat het was. Dus dat miracle 1. Miracle 2, hey, je bent een asielzoeker. Je zit net 2 jaar in Nederland. Het was in 1997. Ik was in 1995 gevlucht naar Nederland. Ik zat in een asielzoekerscentrum. Ik had geen werkvergunning, geen paspoort, geen verblijfsvergunning, nothing. Dus juridisch gezien, logisch gezien, was het onmogelijk. Nou, wat heeft mijn school gedaan? Daarom wist ik dat. Mijn school, het Alcuin College, dus alle credits aan Alcuin College en Ineke Uffink, een van mijn geweldige gymleraren, die heeft een jaar lang, want dit was zeg maar, dit was halfwege 97, en in mei zouden het WK plaatsvinden, die heeft echt meer dan een half jaar, 3/4 jaar, heeft ze
alle instanties gebeld, langs gegaan, al haar netwerk ingezet. Je had in die tijd de minister van Onderwijs, Tineke Netelenbos volgens mij. Die was haar zwager was een van de leraren. Dat heeft Ineke zeg maar zitten netwerken. Een heel groot drama eromheen. Weet je, kort samengevat. Ik ben 10 dagen voordat het WK zou beginnen. Het zou in 1 mei beginnen. Zijn we 10 dagen daarvoor naar de ambassade van Letland gaan. In Nederland heeft dat niet. We zijn eerst naar Brussel gegaan. Daarna naar Den Haag. Heeft toenmalige minister Schmidt. Dat was zo'n hele grote dame met zo'n pukkel op haar hoofd. Die was altijd op televisie te vertellen dat vluchtelingen asielzoekers weg moesten. Echt, ach jongen. Ik had nachtmerries van haar. Die is gewoon echt naar beneden gekomen van de 19e verdieping van Paleis van Justitie in Den Haag. Die heeft mij een hand gegeven. En hij heeft met in mijn ogen gekeken van, meneer Garabedian, geen idee hoe u dit heeft mogen gaan, maar dit is een wonder. Die kon niet, maar ik feliciteer u alvast met het behalen van het wereldkampioenschap. Die heeft mij een hand gegeven, we kregen de papieren, zijn we naar Schiphol gegaan, dan krijgen ze een roze, dat is echt een roze dingetje, laissez-passer heet dat, heb ik gekregen om het land uit te gaan. En het land uitgaan, geen probleem. Vluchtelingen, asielzoekers, buitenlanders, ga lekker. Ja. Het gaat om terugkomst. Uitgaan was geen probleem. Was geen enkel probleem. Maar het moment en ik wist het gewoon, want ik heb met alle oefening, met alle wedstrijden, want we gingen van tevoren ons voorbereiden, want je moet altijd een community dance doen. Ieder land brengt haar eigen dans of zijn eigen dans mee. We gingen klompendans doen. Ja, ik heb gewoon volledig half jaar lang klompendans zitten oefenen in de sportzaal, omdat ik wist, ik ging erheen. Geen idee hoe, geen idee waarom. Echt, de ouders zeiden, joh, weet je, don't get your hopes up. Weet je, je wordt teleurgesteld. Mensen om ons heen zeiden, leuk dat je kampioen bent geworden, maar weet je, zo is Nederland, zo is de maatschappij. Worden echt, ik heb heel veel negatief goed bedoelde adviezen gehoord, maar ik wist, en mijn ouders ook, by the way, en Ineke Uffink en het team wist, Aramiek gaat met ons mee. Geen idee wat, hoe, geen idee wat. En guess what? Op, wat is het? It all happened. Luister, en dan 30 april gingen we daar naartoe vliegen. Dat was Koninginnedag, zeg maar, in die tijd. Koninginnedag. Stond ik op Schiphol? Ja hoor, met een oranje t-shirt, hier stond Holland op. En achterop stond WK Letland. Jongen, echt, je kon me niet. Dat is een van de mooiste gebeurtenissen uit mijn leven. Dat ik echt in oranje t-shirt stond daar. Met in oranje met het team. Met meisjes, jongens het team. Want die hadden zich ook gekwalificeerd om echt... Nou, something impossible. Echt gewoon... Dat kan niet. Dat bestaat niet. Is nog nooit, daarna ook nog nooit gebeurd. Ik ben meteen de uitzondering geweest. En daarna hebben ze alle wetten zeg maar gewijzigd dat het niet kon. Weet je, ja, als dat kan. Hey, en als je hem dan omdraait, Aramiek. Ja. Is dit niet een meer dan waanzinnig cadeau van jou aan Nederland? Ik weet het wel zeker. Ja, en dan ga ik hem nog verder trekken. Als het dan gaat om manifesteren. Dit, wat jij hebt gedaan, was jouw droom. Maar het is niet een droom dat jij daar alleen als persoon per se beter van werd. Dit is voor de higher good of all. Je deed het voor het land, voor je team. Voor, dus is het ook zo dat jij gelooft dat als dat manifesteren een nog grotere kans heeft om, zeg maar, een manifestatie vooral gedragen wordt ook als het een not selfish reason heeft? 1000%. Ik weet zeker als het een ego-verhaal was. Ik weet zeker als het eigen gewinverhaal was. Ik weet zeker dat er ergens ook maar mijn ding zou spelen. Oh, wat zou fijn zijn om... Nee, ik wilde Nederland vertegenwoordigen. Punt. Dit team heeft mij nodig. We gaan daar naartoe en we gaan meedoen aan het WK. Het hele proces, it was all about team. It was all about the greater good. En het was en weet je wat ik ook echt heilig in geloof? Ik geloof heilig dat het moment dat ik tegen de boom aan ging zitten... Dat ik een keus had. Ik vind manifesteren ook een keus. Het universum gaf me echt een keus. Blijf je zitten. Je bent geblesseerd. Je hebt alle reden om te zitten. Hey, ik had mijn enkel gebroken. Listen, enkel gebroken betekent je kan niet verder. Je moet rennen nog 2,5 kilometer. Door de duinen heen en zo. Dat is niet echt het allerleukste om te doen. Believe me. Het doet ontzettend veel pijn. Als iemand zijn enkel heeft gebroken, let me know. Dat doet fucking pijn. Maar ik had een keus. Ik kreeg letterlijk een keus van het universum. Hey, luister. Hoe gecommitteerd ben je aan het eindresultaat? En het moment dat ik zei, gebroken enkel doet pijn, so what? Ik ga even zitten. En het moment dat maar eigenlijk werd jou gezegd, wil je co-creëren? Wil je hulp? Eigenlijk is dat het, toch? 1000%. 1000%. Ik geloof er heilig in. Als ik ergens maar had getwijfeld of het co-creatie was of niet, of ik geholpen kon worden of niet. Als ik intrinsieke motivatie had dat ik niet geholpen wilde worden, was het helemaal oké geweest ook. Snap je? Had ik een tijd... Nou, echt jongen, ik heb zo'n ding meegemaakt in Letland. Ik heb zo'n ervaring. Daar komt ooit een boek, whatever het is maar.
I mean, en weet je wat het allerleukste is hiermee? Ook zeg maar, greater good. Dankzij het feit dat ik daarheen ging, dankzij het feit dat ik een goed voorbeeld geef, want dan krijg ik soms af en toe van mensen te horen, werd ik een inspiratiebron voor al die andere mensen op school die het onmogelijk hielden om bepaalde prestaties te leiden. Ik bedoel, dankzij mij, dat klinkt nu heel ego, zo bedoel ik niet, dankzij mij is een fonds ontstaan op Alkwin College wat speciaal is bedoeld voor dit soort zaken. Emergency uitzonderingsposities. Dankzij mij, want ik was ook de enige die eiste dat ik naar hogeschool ging, terwijl we geen vergunning hadden, geen verblijfsvergunning, geen werkvergunning. Ik mocht eigenlijk, toen ik afgestudeerd was, niet gaan studeren. Dankzij mij heeft Alkwin College een fonds in het leven geroepen. Hebben leraren daar echt hun... Ik geen idee hoeveel ze hebben gestort, maar ik kon het eerste jaar van mijn opleiding, kreeg ik van het Alkwin College, kreeg ik mijn reisgeld. Dat was 1000 gulden, volgens 1000 euro. 1200 euro om een jaar lang te reizen, want ik had geen rechten, snap je? Ik had echt geen recht. En dankzij het Alkwin College is er een fonds gevonden bij het VU, allerkleinste fonds, studentenfonds, die heeft mijn eerste jaar voor 4000 gulden, dat was nog gulden tijd, 4000 gulden hebben ze in mij geïnvesteerd om mijn eerste jaar op Hogeschool Holland te financieren. We wisten niet het tweede jaar gaat komen of niet, we hadden geen idee. Er moest nog steeds ieder jaar 4000 gulden betaald worden. Maar dankzij het Alkwin College, alle leraren en dankzij die prestatie, dus dankzij het goede voorbeeld te geven, ik weet zeker dat heeft een mega impact gemaakt. En niet alleen ik, mega impact. Mijn vader was ook als vrijwilliger bij de school betrokken. Ik hoop dat hij online is. Hij deed het ook sinds ik op school ging. Deed hij iedere vrijdag of iedere donderdag ging het. Dus het was een heel groot gunfactor met een mega impact. Zo moet ik het even zeggen. Mooie vraag van Marloen. Even kijken, ben even nieuwsgierig naast deze waanzinnige verhalen. Hoe ervaren jullie omgeving in het manifesteren? Geloven zij hierin of vinden ze dat een raar iets? Mooie vraag. Ga jij even vertellen? Kan ik even bijkomen? Nou, er zijn denk ik twee. Er zijn twee soorten. Er zijn ongeveer. Ik schets het even in twee type mensen. Of twee vanuit je omgeving. Yes. De eerste, dat zijn de non-believers. Die motherfucking goed zijn in manifesteren. Ik noem bijvoorbeeld mijn man. Die zegt: ja, huis gemanifesteerd, aan het groep. We hebben gewoon dat. Ja. Maar als ik bijvoorbeeld aan hem vraag, hij heeft een belangrijk telefoongesprek, en dan vraag ik aan hem, hoe bereid je daarop voor? Ja, zei hij, ik heb in mijn hoofd dit gesprek al lang gevoerd. Ik heb de scenario's doorgenomen. En hij zet een intentie. Zo brengt hij dat niet, want hij doet eigenlijk alles wat vanuit de Law of Attraction ook beschreven wordt. Hij heeft er nog nooit een boek over geschreven of gelezen. Nu zegt hij voor het eerst, af en toe pakt hij zijn telefoon en zegt hij: oh kijk, 11:11. Nou, dat is eigenlijk ook weer onzin. Maar goed, weet je, zo. Maar dat is de ene kant. Dus eigenlijk de mensen met wie ik het aan de ene kant wel kan delen. Dus hij wil wel naar me luisteren. En ik kan er ook over praten. En hij gelooft ook echt in mij. Maar dat hele diepe van in die Law of Attraction. Hij heeft gewoon zoiets van: hey, je moet er gewoon keihard verknokken. Alleen hij doet dat op een manier die gewoon aansluit bij de Law of Attraction. En de andere type mensen zijn eigenlijk de mensen waar ik het net ook over had. Die zeggen: ja, ik wil eigenlijk ook wat jij hebt. Of die een vorm van kenniszin hebben. Die echt het idee hebben: het komt je aanwaaien. En ik weet niet, Marloe, hoe dat bij jou zit. Maar de grote groep is wel mensen die aan de ene kant iets willen, maar heel angstig zijn om uit hun comfortzone te stappen. En dan is eigenlijk de derde groep, dat is de mensen met wie jij je omringt. Het is niet voor niks dat Aramiek en ik, zonder dat we elkaar veel zien, maar wij zitten in elkaars hart. En dat heeft te maken met dat je iets in elkaar herkent. En dat je weet altijd dat die ander ook gewoon de ballen uit zijn broek loopt om te doen en voor elkaar te krijgen waar ze staan. Maar ook vanuit een heilig geloof. Dus het is er niet alleen keihard. Kijk, wet van aantrekking zegt niet per se dat je moet knokken. Eigenlijk helemaal niet. Alleen op de momenten dat je geïnspireerde actie voelt. Vind ik trouwens ook een mooi thema een keer. Want wanneer is het geïnspireerde actie? En wanneer ga je forceren? Maar die mensen ga je herkennen en die mensen ga je steeds meer in je omgeving. Omdat op het moment dat jij de wet van aantrekking toepast en daar succes mee hebt, dus op de goede manier toepast. Niet van: oké, nu ga ik een rode Ferrari visualiseren. En als die morgen niet voor de deur staat, dan geloof ik niet meer in de wet van aantrekking. Weet je wel? Dus Als je hem goed toepast en je begint daar mondjesmaat, want het is je geloof, het is mondjesmaat succes in te krijgen, ga je ook mensen aantrekken
die linksom of rechtsom, of ze het nou zelf van bewust zijn of niet, ook werken en succes behalen vanuit de wet van aantrekking. Dus als je mensen hebt in je omgeving, Marlou, misschien dat je daarop doelt, die jouw manifestatiekracht een beetje in het hoekje van moet je allemaal maar aanwaaien, willen plaatsen, dan zijn dat dus niet de mensen met wie je wil omringen. En kies er ook heel duidelijk voor om die energie niet te vermenigvuldigen. Dus op het moment dat zij dat aan je aangeven, ga er ook niet tegen in. Ga niet in discussie, ga niet. Want dan ga je die energie vermenigvuldigen. En wees nooit verantwoordelijk voor een vermenigvuldiging van een energie waar je geen plezier en geluk uit haalt. Precies, en Marlou zegt, ze vinden het eng, vooral mijn man en zijn familie, Rotterdammers. Je haalt alleen je doel door keihard te werken naast hun omringen me steeds meer to down to earth people. Yes, absolutely. Mooi. Peter zegt, wederom mooie verhalen en belevingen. By the way, ik ga even kijken of Peter er is. Ja, lieve Peter, goed dat je er bent, man. Speciaal voor jou, Peter. Van harte gefeliciteerd, Peter. Na lang zoeken, keihard werken en te manifesteren. Peter heeft een nieuwe baan, dames en heren, sinds gisteren. Oh, echt? Ja. Hey, nooit, dan heeft hij nooit het heilige geloof verloren. Wat exactly, goed. Exactly. En hij heeft de bal uit zijn broek gewerkt. Hij heeft er een plan gemaakt. Hij heeft zich laten helpen. Peter, van harte gefeliciteerd, man. Ik werd gisteren getagd in een bericht dat hij had gezet dat hij zijn baan had gedaan. Dank je wel voor de credits. Peter. Wat is dat fijn om te zien, man. We gunnen je het echt van harte. You did it. You went for it. Ik vind het zo fantastisch dat je hebt doorgezet. Je bent echt zo'n voorbeeld. En Peter, eigenlijk zou je daar een keertje een blog over moeten schrijven. Een artikel over moeten schrijven. Over je proces. Want je bent zo'n voorbeeld van iemand die na 23 jaar even uit mijn hoofd, ik zal het bedrijf niet noemen, die gewoon even aan de kant werd geschoven. Je hebt echt alles aan gedaan. Want volgens mij was je per 1 juli werd je bedankt. En als het nu al niet eens augustus is en je hebt je volgende baan, jongen. Fantastisch. En één ding, Peter. Ik heb het gisteren onder het bericht gezet. Zij boffen met jou. Oké? Okay? Dat bedrijf waar je op bij gaat werken, zij boffen met jou. Onthoud dit. Jij komt met 23 jaar lang ervaring. Zo'n dikke, vette, diepe, een toolbox. Dus onthoud ook één ding. Het is fijn dat het je gegund wordt, maar onthoud, zij boffen met jou. En mocht je baas dit horen, ja, dat ga ik ook in zijn ogen zeggen. Dus Peter, echt super, super, super cool om te zien hoe je ontwikkeld hebt, hoe je continu erbij betrokken bent. Hoe je dus eigenlijk put the money where attraction, je hebt actie op ondernomen. Dus echt, Peter, ik ben super, super trots op je, man. Echt, ik vind het fantastisch. Raymond zegt, ja, ik text Rihanna, to beat Rihanna, the world is your playground, you're on fire, yeah, you're badass, go for it. En ja, voor Aramieke staat er, sommige mensen worden door tegenslag gebroken, anderen breken juist daardoor records. Yes, absolutely, absolutely. Dankjewel, Ray. Ray is one of a kind. Ja, Ray is fantastisch. Ray is mijn beste vriendje ever. Ray is echt zonder Ray, jongen. Echt, leven is veel te saai, man. Echt niet normaal. Ray, geweldig. Geweldig dat je er bent. Ik wilde teruggaan. Even kijken naar... Oh ja, dus Marlou, je hebt gehoord wat Rihanna zei. Wat mij betreft, kijk, ik zie het als ik... beeld is bijna hetzelfde als Rihanna. Kijk, ik ben gewoon heel simpel, lieve schat. Ik bedoel, als mijn omgeving dingen raar vindt. Kijk, in mijn omgeving, ik maak onderscheid van 4, 5 levels. Maar bij mij, het allerdichtstbij is mijn gezin. Snap je? Dus Chantal, Charlotte en Sophie. Dat is wat ik allerbelangrijkste vind. En wat eigenlijk de rest van die drie mensen, of het maar ouders zijn, of het nou vrienden zijn, of het de rest van de familie, wat dan, eigenlijk doet het helemaal niet toe. Snap je? Dus bij mij begint het met inner circle eerst. Daarna van de inner circle ga ik naar mijn zielematen zoals Rihanna, zoals Raymond, zoals mensen die heel dicht bij mijn hart zitten. En gelukkig, want dat is echt zo, voordat ik allemaal ga generaliseren, gelukkig zijn we allemaal geen bomen. Gelukkig kunnen mensen veranderen. Gelukkig kan je naar de volgende level gaan. Gelukkig kan je door je keuzes en je succes laten zien. Want sommige mensen gaan heel vaak in discussie. Gaan gelijk halen. Bewijsdrang of wat nou. Dat zou ik dus niet doen. Dat zou ik echt allerlaatste wat je wil doen met je omgeving. Zeker omdat je zegt dat je man betreft voor een omgeving. Ik zou niet bewijzen. Ik zou niet gaan forceren. Ik zou niet gaan uitleggen. Ik zou niet gaan overtuigen. Ik zou absoluut geen enkele moeite doen. Want weet je wat het is? Je hebt believers en je hebt non-believers. Daarom heten ze believers, omdat ze geloven. En je hebt non-believers, daarom heten ze non-believers, omdat ze gewoon niet geloven.
Maakt niet uit wat je doet. Maakt niet uit hoe groot je successen zijn. Maakt niet uit hoe moeiteloos dingen je aan pad komen. Ze zullen altijd zeggen, oh, maar dat is gebeurd van... Ze kunnen het altijd rechtvaardigen. Er is een geloofsovertuiging. Ze zijn ervan zeker dat het zo is. Dus het enige wat je hoeft te doen is ademhalen. Tony Robbins zegt een heel mooie quote, heeft Tony Robbins. Die zegt, love your family. Love your family. Dus heb ze lief. Voor wie ze zijn. Voor wat ze in je leven brengen. Want kennelijk is daar ergens iets in jouw bewustzijn of onderbewustzijn dat het met ze eens is. Onthoud dit, hè. En tweede is, choose your peers. Je kunt gewoon je peers, je mastermind, je vrienden, je mentor, je coach zelf gaan kiezen. Dus ik zou geen enkele tijd of energie of wat dan ook gaan besteden om de ander overtuigen, bewijzen te laten zien of wat dan ook. Focus op meer impact. Focus op dat je heel veel mensen gaat helpen. Focus dat je intrinsieke motivatie. Focus dat jij het licht bent dat aan het schijnen is. En ja, als sommige mensen bril nodig hebben of zich omdraaien of in het donker gaan staan. Hey, ze hebben het recht om dat te doen. Totally fine. Oké, dat zou mijn 5 cents of wisdom. Ja, en ik vind gewoon het mooiste is als ze uiteindelijk, als je een jaar later weer op die verjaardag bent en de dingen zijn zoals jij wil dat ze zijn. Weet je, beter bewijs is er niet. Er komt op een gegeven moment dat ze zeggen, hoe zit het nou precies met die wet van aantrekking? Want hoe heb je dat ook weer gedaan? Want je zei toen iets over. Weet je, dat is... En ik, sweet revenge. En dan bedoel ik niet sweet revenge in het moet zuur zijn. Nee, die helemaal niet. Maar bewijs dat het mogelijk is. En yes. Ik praat zelf in... Dit doen we, dit is een podcast. En dit is ook, hè, zakelijk succes vanuit je hart. En Law of Attraction is een thema eigenlijk. Overkoepelend thema voor ons. Zeker. En de mensen die dat leuk vinden, sluit erop aan. Maar ik zal op een verjaardagsfeest... Ik ben geen zendeling van de wet van aantrekking. Snap je? Want wat het mooie is, is dat ik uiteindelijk, of het nou hier op Ibiza is of in Nederland, uiteindelijk altijd met mensen in aanraking komen die linksom of rechtsom een verbintenis hebben met die wet van aantrekking. En dus dat komt vanzelf naar me toe. Dat is die magneetwerking. En, maar wij zeiden net van, goh, over manifesteren. Is alles mogelijk? En jij zei toen vol overtuiging, ja, je kunt alles manifesteren. Maar nou zaten we hier vorige week, zat ik hier met Hanna, die mij helpt met die hele technische achterkant, de funnels, nou noem het allemaal op. En toen zei ze, en we hebben ontzettend gelachen, want zei we ook, ze zei, oké, Rianne, jij zegt dat je alles kunt manifesteren. Maar stel nou dat ik nu tegen jou zeg dat ik eigenlijk gewoon negerin wil zijn. Hanna is blond, blauwe ogen. Wat zeg jij dan, Aramiek? Want wij hebben er ontzettend om gelachen, want dat is natuurlijk niet iets wat ze, natuurlijk, maar dat was ze, maar ze, om maar een voorbeeld te geven. Dat vond ik wel echt een eye-opener. Ik bedoel, wat zeg jij tegen mij als ik tegen jou zeg... Aramiek, jij zegt dat ik alles kan manifesteren. Ik wil negerin zijn. Ik vind het ook gewoon echt heel mooi. Maar ja, weet je, wat zeg jij dan tegen mij? Wacht even, geef me bedenktijd, want dan check ik even. Trudy zegt, manifesteren is magisch. Helene zegt, de non-believers noem ik altijd de ja-maar mensen. Marlou zegt, klopt helemaal, geeft helemaal niet. Alles komt goed, exact Marlou. Ik volg mijn weg, voel me gesteund door hem. Dat is belangrijk. Ze hoeven niet met je eens te zijn als ze maar ondersteunen. Nee. Zeker. Chantal is het 99% van dingen die ik doe absoluut niet eens. En Trudy zegt, ja, heb al zoveel gemanifesteerd, zelfs mijn eigen bedrijf. Yes, Trudy, je bent een fantastisch voorbeeld. Absoluut. Dankjewel, jongens. Als je nog meer voorbeelden hebt, laat ons vooral weten. Nu terugkomen op je vraag of Hanna wil graag een negerin worden. Ik geloof daar heilig in. Als het verlangen groot genoeg is, gaat ze een dag wakker worden, dan is ze een negerin. Hoe het gebeurt, geen idee. Ik bedoel, ik ben geholpen door Jezus op 2,5 kilometer. Ik had gebroken enkel en ik ben naar Letland gegaan 1 mei. Hoe het gebeurt is, I don't know. Nou, het was wel mooi, want we hadden daar dus... Het is precies wat jij zegt. We hadden daar dus dat gesprek over. Maar we scheten ook alle... We scheten sorry, ook allebei in de lach. Wil je het nog een keertje herhalen? Wat is er dan? Dat was wel erg, hoor. Zit nou mijn slipje te kijken, pannenkoek. Maar wij lagen hier dus aan het zwembad. En toen ja, moesten we heel erg lachen. Maar toen zei ik ook later, want ik zat er even over na te denken. En toen zei ik later tegen haar, ik zei, maar Hanna, het feit dat wij alle twee daar zo over in de lach schoten. En dat we dat geeft aan dat we het niet geloven. Dat het te gek is. Dat het niet kan. En daarmee lukt het dus ook niet. Er is ons altijd geleerd dat dat niet kan. Kijk, ik zou ook het liefst morgen op willen staan en dan gewoon
hele lange benen willen hebben. Maar ik geloof niet dat dat... Dat zit in mijn hoofd. Want zo zijn wij opgevoed. Hè? Met al die wetenschappelijke kennis. Dat kan niet. Je hebt een bouw. Ik ben uitgegroeid. Hè? Want ik ben ook 27. Heel goed. Het is klaar. Ik ben uitgegroeid. Ja. En ik word wel bijna 28. Daar ben ik dan wel heel eerlijk in. Ik heb genoteerd. Lange benen, grote borst. Ik heb het genoteerd. Door, oh ja, dat. Nou ja, dat dus. En dan ga ik ook een hele andere carrière misschien beginnen. Wie weet. Maar Rihanna Holland. Dat zit zo in... Misschien ga ik dan ook wel Nederland vertegenwoordigen op een of andere vraag. Nou ja. Heerlijk. Maar dat is zo. We zijn zo geconditioneerd om bepaalde dingen echt niet te geloven. Dat we ze dus ook niet kunnen manifesteren. En dat bedoel ik niet dat de manifestatiekracht er niet is. Ik denk dat het universum dat wel lukt. Alleen wij geloven dat niet. Yes. En daar zit de bottleneck. Yes, absoluut. Het is echt de en weet je wat ik altijd heel leuk vind over Law of Attraction? Ja, best ja, ooit creëren, al dat soort dingen. En een ander voorbeeld, ik kan je exact vertellen dat ik mijn relatie met Chantal ook heb gemanifesteerd. Ik heb onze dochter, wij hebben samen onze dochters gemanifesteerd. We hebben zelfs een miskraam gemanifesteerd. We hebben heel veel dingen ook aan de andere kant gemanifesteerd. Maar ja. als ik één ding daarover kan zeggen, dat is echt heel grappig. Het moment dat het verlangen, een geloof, een overtuiging, een intrinsieke motivatie en de juiste intentie met elkaar samenkomt. Dus ego valt weg, je eigen belang valt weg. Alle onzinnige dingen wat ermee te maken valt weg. En je bent echt puur. Je bent echt. Ik bedoel, kijk maar naar boeken zoals Think and Grow Rich, As Men Think It. Ik bedoel, er zijn zoveel duizenden boeken, voorbeelden te benoemen. Het moment dat je dat gaat inzetten. Dat het moment dat jij intrinsiek gaat geloven. Er is genoeg. Er is overvloed. En niet de spiriwiri wijze van je gaat alleen mediteren, dan komt het. Dat bedoel ik niet. Ik bedoel, attraction is ook action. Attraction is ook plan. Snap je? Er is zoveel die daarmee te maken heeft. Maar ook het creëren van jouw beste jaar ooit. Heeft vooral te maken, heb je de juiste intentie? Kom je vanuit liefde? Kom je vanuit geven? Kom je vanuit impact, invloed? Kom je vanuit het verbeteren van de wereld? Want daar geloof ik heilig in, de wereldverbeteraars. Mensen die echt hun belang op nummer 0 zetten. Wereldbelang, society belang, community belang, veel hoger dan zichzelf zetten. Kijk maar naar de Martin Luther Kings, de Gandhi's, de grote der aarde, Nelson Mandela's. Na 27 jaar lang, jullie moeten even onthouden. Onthoud één ding, zeker in deze tijd. Je hebt 27 jaar lang heeft iemand jou gevangen genomen. Die heeft op jou gespuugd, die heeft op jou gepoept, die heeft op jou, weet ik van wat ze daar gedaan hebben, wat we allemaal niet weten. Die heeft jou vernederd tot en met. 27 keer 365 dagen zijn heel veel dagen, dames en heren. En je gaat eruit. En je bent in staat om die mensen recht in de ogen te kijken, brother te noemen, te vergeven en samen een regering te gaan beginnen. Holy piep, man. Waar hebben we het over, jongens? En ook nog vanuit geweldloosheid. Exactly. Dus niet vanuit rancune, maar vanuit, zeg maar, wat is het beste voor het land? Dus nog altijd groter denken dan jijzelf. Ondanks dat het 27 jaar jouw ego gewoon iedere dag opgetrapt is. Dat is onbegrijpelijk. Dat is echt ongelooflijk. En hier zie je al voorbeelden al van Trudy zegt al, ik vraag aan het universum om cadeautjes. Elke week krijg ik cadeaus. Ik heb veel moeite gehad om te ontvangen. Sinds ik ben gaan voelen dat ik waard ben. Stroomt het als een malle. Absoluut. Marlou zegt, je hoeft Ik ben wel even benieuwd naar Trudy. Kun jij aangeven wat je hebt gedaan om dat gevoel van self-worthness, dus dat je het echt waard bent, om dat te creëren in jezelf? Daar ben ik nieuwsgierig naar. Ja, want ze zegt, ik heb binnen 2 dagen een labradoodle. Waar ken ik dat woord van? Dat is een kleine labra en een doodle. Dat is een mix, toch? Ja, dat is ook voor als je allergisch bent voor hondenhaar en zo. Oké, great. Obama heeft ook een labradoodle. Yes, geld maakt niet gelukkig. Gelukkig maakt geld. Absoluut, overvloed. En Marlou zegt, je hoeft niet de kleur te hebben van een negering, maar je kunt het wel zo voelen. Absoluut. Ja, ja. Want wie zegt dat je dan die kleur moet hebben? Snap je? Exactly. Misschien is het dieper meaning wel. Bestaat er wel zoiets als verschillende kleuren? Is dat niet iets wat wij bedenken? Snap je wat ik bedoel? Eigenlijk is er gewoon geen verschil. Ik en zijn we allemaal het. Gelijk. Ik wist het. Ik ben een kleurenblinde. Niemand gelooft mij, jongens. Natuurlijk.
Heerlijk. Nee, maar snap je, het is, kijk, als je er nou even op doorkoudt op zo'n thema, is het heel mooi dat je denkt, ja, maar what the fuck, weet je wel, in principe, wij zijn allemaal hetzelfde. Wat hebben donkere mensen wat wij niet hebben of andersom? Nee, het is allemaal hetzelfde. We hebben allemaal, als het goed is, 2 armen, 2 benen, ogen, haren. We zijn allemaal mens. En dus eigenlijk is er geen verschil. En misschien is dat ook nog wel wat het universum probeert te zeggen. Van, wat, we zien het verschil niet. What the fuck, waar heb je het over? Ja, maar dan gaan we echt naar oneness toe. Hè? Dan ga je echt naar hele spiriwiri verhalen nu. Hè? Dat weet je. Dat het allemaal, ja, nee, dat kan. Maar dat zit ineens in mijn hoofd. Omdat, ja, ik zie dat nooit zo heel erg. In die zin van, ik zie ook nooit ja, dat mensen zeggen, oh, we zijn zoveel aangekomen. Dat zie ik. Als mensen het zeggen, dan ga ik er naar kijken en denk, oh ja, nou ja, had het niet gezegd, had ik niet eens gezien, weet je. Dus het is, ja, het is nee, de manier waarop je naar mensen of omstandigheden kijkt. Het is echt een perceptie, projectie-perceptie verhaal. En waarschijnlijk is het vooral neergezet omdat we iets simpelere zielen zijn, dat we het onderscheid kunnen zien tussen mensen. Want dan schijnt dat er vroeger ook, dat we allemaal 1 taal spraken bijvoorbeeld. In Babylon is dat toen een hele boze wolf geweest. Die zei, oké, nu praten jullie allemaal anders. Maar, kijk, Trudy zegt, heb vooral gewerkt aan mijn mindset en mijn gedachten. Gedachten zijn krachten. Heb van huis uit tekort meegekregen. Dat patroon heb ik kunnen breken. Yes, wat geweldig. Wat geweldig, Trudy. Absoluut. Fantastische ambassadrice daarvoor wat dat betreft, hoor. En Marlou zegt, had er zondag nog over met een kennis die ik toevallig tegenkwam. We hebben allemaal dezelfde kleur bloed. Uiterlijk geeft iets anders aan. Absoluut, absoluut. Er kwam net een vraag bij mij. Ik weet niet meer. Ik ben hem kwijt. Ga maar door, Rianne. Nou, wat nog even over wat Trudy zegt, hè? Over ik heb gewerkt aan mijn mindset en mijn gedachten. Waar ik in mijn training ook best wel diep op inga, is het verschil tussen je bewustzijn en onderbewustzijn. Mooi. Zeg maar, in je bewustzijn, daar creëer je 5% van je gedachten. En in je onderbewustzijn creëer je 95% van je gedachten. Daar heb jij dus in principe geen, dat gaat vanzelf, je onderbewustzijn. Komen allemaal dingen. En dat zijn vooral heel veel, je onderbewustzijn wordt een beetje geregeerd door je ego. Dus in je onderbewustzijn zit er heel veel, en dat zal Trudy herkennen, belemmerende gedachten. Zo van, ja, maar dat lukt me nooit. Of, ja, maar daar heb ik het geld niet voor. Of wie gaat er nou bij mij kopen? Of, nou ja, dat soort dingen allemaal. Hoe belangrijk het dus is, en dat je dus ook dat onderbewustzijn, dat je daarmee aan de slag kan. Want je kunt in je bewustzijn absoluut overtuigd zijn van het feit van, nou, ik ga mijn eigen bedrijf starten, ik zeg maar wat, hè, of ik ga die relatie opzeggen, of ik ga nu echt kiezen voor liefde, of ik ga kiezen voor geluk, of ik ga kiezen voor succes, en dan ga ik dit en dat voor doen. Maar als om even het succes of eigen bedrijf even aan te houden, als in je onderbewustzijn een hele slechte money mindset zit, of heel erg, wat Trudy ook zegt, heel veel gedachten van tekort, dan gaat dat in je bewustzijn never, nooit lukken. Want dan moet je nagaan hoe krachtig het is. 5%, 95%. En dat is ook wat ik, weet je, mijn trainingen zijn niet voor broekventjes, zeg ik dan altijd. Niet voor sissies, je moet het echt. En het allermooiste wat ik geleerd heb, want I've been there, weet je. Ik heb de diepste punt echt meegemaakt in mijn leven, in mijn carrière, dat ik op een punt zat dat ik alles deed pijn. Mijn gedachten deden pijn, mijn lijf deed pijn. Ik werd fysiek onpasselijk als ik naar mijn werk reed, wat een functie was waar iedereen zijn vingers voor ze af zou likken, waar iedereen van dacht, nou, zij heeft echt de jackpot gewonnen. En ik weet hoe dat voelt. En wat ik heel lang niet durfde, en wat ook in mijn training zit, en wat zo'n geschenk is, durf die duisternis maar eens aan te kijken, die duisternis van je onderbewustzijn. En het grappige is, dat als je dat gaat doen, is het helemaal niet zo duister. En als je het dan gaat ontleden, dan merk je dat er eigenlijk een hele liefdevolle betekenis onder zit. Want die duisternis, die is gecreëerd vanuit waardes vanuit je jeugd. En of dat nou docenten zijn of je ouders of wie dan ook, die hebben jou bepaalde dingen, zeg maar, ingeprent, maar wel vanuit liefde, om jou te beschermen. Alleen op een gegeven moment heb jij die waardes niet meer nodig, want ze houden je klein. En om die aan te kijken, dus de duisternis aan te durven kijken en daar iets mee te gaan doen, daarmee wordt jouw lichtheid nog veel lichter. En daarmee wordt, zeg maar, jouw mate van succes nog veel groter. Daarmee wordt jouw mate van geluk nog veel groter. Daarmee wordt jouw mate van overvloed nog veel groter. Dus het zit hem echt in die kern. Je zult tot de kern moeten gaan. En dat is
En dat is zo belangrijk in het toepassen van de wet van aantrekking. Want als jij het niet gelooft, omdat er in je onderbewustzijn allerlei gedachten zijn van... ja, maar dat kan een ander veel beter. Of ja, daar ben ik niet geschikt voor. Of ja, wat vindt mijn omgeving ervan? Of dan gaat het je niet lukken en je zult daarmee aan de slag moeten gaan. En ja, ik kan het iedereen aanraden. Ja, het klinkt echt raar, maar ik kan het iedereen aanraden. Want dat is de journey into yourself. Dat is echt schatgraven in jezelf. En daar zitten schatten. Je gaat schatten vinden. Absoluut. Je moet het durven. Maar het is zo'n prachtige reis. En je gaat iedere dag voelen dat je groeit. En het grootste geschenk in het leven is... te voelen dat je groeit. Yes, absoluut. Absoluut. Trudy zegt, sinds ik ben gaan denken in overvloed en van mezelf ben gaan houden, is manifesteren. En Maki, absoluut. Precies, mijn ego heeft me jarenlang gelijk klein gehouden. En Richard, we zwaaien naar je, knuffel aan Bas. Die heeft het nodig. Je zit er lekker in Spanje met de 40 graden. Marlou zegt, nog anderhalf maand is absoluut, zo kan niet wachten. Rianne. En Trudy zegt, ik gebruik ook vision board om mijn dromen verlangens te manifesteren. Absoluut. Het is echt bizar wat ik daarvoor gemanifesteerd heb. Absoluut. Chantal zegt helemaal mee eens. En Marlou zegt, het wordt me steeds duidelijker waarom ik jouw trainingtraject moet gaan volgen, Rianne. Had bij mijn aanmelding geen idee wat het deze ging inhouden. Had alleen het gevoel dat ik erbij wilde zijn. Kijk. Maar mensen, hè, zoals Marlou, die dit al vooraf durven te omarmen. Zich op een wachtlijst zet. Dat zijn de mensen die het verschil gaan maken. Yes. Niet alleen voor zichzelf. Maar ook voor anderen. Realiseer dat, Marlou. Je gaat een voorbeeld zijn voor anderen door de manier waarin jij dit al oppakt. Waarin je zonder angst dit durft te doen en het ook durft te uiten. Ja, ik heb er zoveel respect voor. Ja, dat is alvast een celebration waard, Marlou. Als jij nu al weet, echt waar. Ik hou van mensen die upfront decisions maken. Want upfront decisions, dat is een van de dingen die de meeste mensen bang zijn om te doen. Ik heb nog nooit een upfront decision gemaakt waar ik spijt van heb gehad. Nog nooit. Want upfront decisions gebaseerd op intuïtie, gebaseerd op gevoel, gebaseerd. Dus hey, ik zie het al voor me. Weet je, en dat is echt het moment dat je dat stukje gewoon durft te uiten. Dus put the money where the mouth is. Het moment dat Marlou al zegt, hey, ik ben er al bij, ik ga het gewoon doen. Ja, dan weet je, dan kan het niet alleen. Oké, we gaan ophalen, want ze zit nu te janken. Ja, maar weet je wat het ook is? Mensen die upfront dit doen, geven zichzelf... Marlou, de waarde die jij jezelf al geeft door dit te doen... is zo'n dedication of self-love. Exactly. Dat, snap je, dat geeft al jouw energielevel aan... en dat geeft jouw groei al aan. En yes. Ja, die dedication of self-love is zo belangrijk dat... Ja, vet. Weet je, ik hou ook op, hoor. Het traject is gewoon al een succes, weet je? Je bent nog niet eens begonnen, het is al succesvol. Ik hoop dat je dat beseft, Marlou. Dat we je natuurlijk graag aan het janken maken hier. Zo uiteraard. Dus dat nog meer mensen zijn, let us know. Maar dat je daarmee dus zo'n verlangen in je aanspreekt. Want daar gaat het om. Je komt zo dicht bij je emotie. Dan kan het niet anders dan het klopt. Dan kan het niet anders dat je vanuit grote geil erin bent. En niet vanuit je ego dingen die je wil controleren of forceren of wat dan ook. Dat geeft mij altijd, als mensen zeggen, hey, ik ben zo graag, ik ben zo intrinsiek gemotiveerd om dit te doen. They put the money where the mouth is. Maakt niet uit hoeveel het kost. De 100 euro, 2000, 10.000, whatever. Never. It's never about money. It's always about the decision. Durf je van tevoren te springen. Durf je van tevoren al gewoon voor jezelf te anticiperen dat een succes is. Nou, dat zie je. Dat is nu al succesvol. Dus ga lekker door met janken, zou ik zeggen. .nl. Anyways. Alright. Rianne, dit is wel heel erg gezellig. Wist je dat we al een uur bezig waren, trouwens? Ja, bizar. Oh, ik vind het echt bizar. We hebben je gemist, lieve schat. We hebben je gewoon echt gemist. Echt, het is ja, ik en jullie ook. Ik vond het echt, ik merk ook, weet je, dit is ook wel een beetje Johnny the Self-kicker in die zin, is dat ik haal hier weer zoveel energie uit en inspiratie ook weer. En ik vind gewoon de connectie met jou, met de mensen die hierbij aanwezig zijn, het helpt mij ook. Snap je? Absoluut. Dit is, het is, we helpen elkaar, dat is het. En dat is weer wat ik net ook zei, dat grotere geheel van die bubbel die we met z'n allen aan het creëren zijn. En lieve mensen, laten we dat doen. Laten we positiviteit aan elkaar doorgeven. Eerlijkheid, kwetsbaarheid. Daarmee groeien we en daarmee zijn wij altijd in staat om welke tegenslagen
dan ook met elkaar het hoofd te bieden. Daar geloof ik gewoon in. Absoluut, absoluut. Gedeeld vreugde is altijd dubbele vreugde, dames en heren. Want had dat één goed. En meteen om iedereen meteen wat huishoudelijke mededelingen te doen. Chantal zegt, ja, super inderdaad om Rihanna weer back in huis te hebben. Oh, en jongens, ik ga dit spel een beetje verpesten door te zeggen dat wij aankomt 2 weken niet online zijn. Eerst volgende keer dat we er zijn is 10, even kijken, even goed kijken. 10 augustus, over 2 weken zijn we er weer, want wij gaan even een kleine summer break nemen. Rihanna wist dat niet eens trouwens. We gaan zo relaxed. Wij passen ons allemaal aan. Ja, dat maakt daarom ook allemaal helemaal niks uit. Marloes zegt, is dit een nieuwe website? Zit bijna te janken.nl. Yeah, verbinding is belangrijk, zegt Trudy. En Chantal zegt, ik ben onderweg, luister op de achtergrond mee. Fantastisch. Maar wat belangrijk is, als het over Law of Attraction gaat, wat als jouw beste jaar ooit gaat, jullie hebben al het verhaal van mij en Rihanna gehoord, is echt ervoor zorgen dat je intrinsieke motivatie, dat je intuïtie, dat je gevoel en geloof in hetgene wat je wilt bereiken zo ver is, want nu komt het, dat je het ook durft los te laten. Want Law of Attraction of jouw beste jaar ontstaat niet als je gaat vasthouden en helemaal moeilijk aan gaat doen. Er zit ook liefde. Loslaten is liefde. Liefde ontstaat in loslaten. Onthoud die vlinder. Ik bedoel, dat is altijd wat Chantal als voorbeeld voor zichzelf gebruikt. Ik bedoel, als ze zegt, ik ben de vlinder. Als jij mij continu probeert vast te houden, achter me aan gaat rennen en probeert mij in hokjes te plaatsen, dan ben ik heel snel weg. Snap je? En dat is ook echt met een vlinder gebeurt hetzelfde. Maar als je gewoon rustig gaat zitten, gaat kijken, gaat genieten van het uitzicht, doe je hand zo, dan komt de vlinder gewoon heel relaxed erop zitten. Want dan is er geen, hoe noem je dat, behoeftigheid, neediness. Dat vind ik altijd, dat is het verschil. Als je wilt checken, ben ik goed op weg? Check even hoe needy je bent, hoe wanhopig je bent, hoe behoeftig je bent. Ben je daarna het hunkeren vanuit tekorten, vanuit schaarste? Of ben je dat werk aan het verlangen, visualiseer vanuit dat alles mag zijn? En ik denk dat dat een hele mooie factor is wat je nog beter kunt leren manifesteren. Ik denk dat het moeilijkste vanuit wet van aantrekking is het kunnen ontvangen. Yes. En dat kan alleen, zoals Trudy net ook zei, is als je ook gelooft dat je het waard bent. Ja. En daar zit dus, en dat is ook waar mijn training over gaat, vaak een heel traject aan vooraf. Dat je het waard bent om succesvol te zijn. Dat je het waard bent om gelukkig te zijn. Dat je het waard bent om een leven vol te gek vrienden te hebben. Dat je het waard bent om wat het ook is, de liefde van je leven te ontmoeten. Het maakt niet uit wat het is, maar dat je dat waard bent. Op het moment dat je daarin kunt gaan staan, en geloof me, ik vind dat ook vaak nog heel erg moeilijk, dan ben je in de ontvangstmodus. Alleen dan kan het universum. Want alles wat je wil, is er al. Het enige wat jij hoeft te doen is het te ontvangen. Maar er zijn wel een aantal dingen voor nodig. En een van de dingen is, nou ja, het geloof dat je dat ook waard bent. Yes, een upfront decision maken, zoals we zeiden. Dus mocht je denken, hey, dit zou een goede training voor mij zijn. Hoe moet ze zich aanmelden voor je wachtlijst trouwens? Moet ze in DM? Hoe gebeurt dat, Rihanna? Ja, je kunt even naar mijn Instagram gaan. Maar volgens mij zit die ook op mijn website. Maar als je naar mijn Instagram gaat, dat is @dreamchaserslab_com. Sowieso leuk, kun je me volgen. Dan hou ik je ook op de hoogte van de voortgang van de training. Daar staat in mijn link in bio, kun je op klikken, er staat wachtlijst Law of Attraction. En anders kun je ook altijd nog even naar mijn website www.dreamchaserslab.com. Als het goed is, heeft Hanna daar ook de link ingezet om je in te schrijven voor de wachtlijst. Want het leuke is dat je dan ook een megakorting krijgt. Op het moment dat je nu op de wachtlijst zet en je uiteindelijk inschrijft, dan krijg je ook nog eens een speciaal aanbod korting. Voor je. Gaan we niet zeggen wat, maar dat is upfront decision. Dus ik bevel iedereen aan, ga je inschrijven daarvoor. Want voordat je weet is er geen plaats meer voor je. Want we hebben een club van 100 en het is niet club van 101. Dus club van 100, dus be there, zou ik zeggen, dames en heren. Alrighty. Is er iets wat je nog wil toevoegen voordat ik naar de intention van Blessing of the Day ga, lieve Rianne? Ah, ik ben gewoon blij dat ik je weer ben hier. En ik krijg er zoveel energie van. Ik vind het gewoon te gek. Ja. Oh, ja. Ik vind het een eer. Dat is misschien wel even nog één ding wat heel erg leuk is. Dit hebben wij ook gemanifesteerd. We kwamen elkaar tegen op Clubhouse. Zeiden tegen elkaar, hey, lekkere vibe samen. Leuk, ik kom volgens mij bij jou in een room. Moeten wij niet samen een room doen? Ja. Nou, leuk, waarover? Geen idee. Laten we samen een room doen. Toen zijn we een beetje gaan sparren. Oké, het heeft te maken met zakelijk succes vanuit je hart. Toen, ik ga het kort houden. Toen zijn we met deze podcast begonnen, met daarna Clubhouse. Toen was op een gegeven moment dat ik merkte, Clubhouse, ik voel het niet meer zo. Ik zei tegen jou, jij zei,
Rianne, ik heb precies hetzelfde. Ik ben ook gewoon even helemaal klaar met Clubhouse. Al die dingen, het dus durven uitspreken van je gevoel, zonder dat daar iets tussen zit, dat geen ruis tussen. Dus dat klopt. En ook dit is dus echt een manifestatie. Dat vind ik echt heel grappig. Ja, absoluut. En ik weet niet of jullie dat weten. Het is niet eens half jaar geleden. Ik bedoel, we hebben het echt over februari, maart. Ze is één keer in een room geweest. Bij die Zoom hebben we volgens mij niet eens voor de Zoom. We hadden toen al besloten dat je dinsdagen bij mij kwam. Volgens mij hebben we toen alle dinsdagen gewoon vastgelegd in jouw agenda, in mijn agenda. En we zijn het gaan doen. Seriously. Ja. Sommige mensen zeiden, maar hoe weet je al die dingen? Weet je, ik hoef het niet te weten. Ik heb het al lang gevoeld. Nee. Wist ik dat het zo geen geweldig thema's, was? Nee. Ook geen thema's van tevoren. Nee, het precies. Komt allemaal wist wel. Wist ik dat dit het was? Nee, natuurlijk niet. Dit is 10 malen beter dan dat ik ooit had gedacht. Maar weet je, dat is wel wanneer je ervoor opstaat. Maar daarnaast, Rianne, ik hoop dat jullie dat voelen. Dat we geen verborgen agenda's hebben. Of dat we dingen hebben voorgeproduceerd of voorbesproken. Enige wat we zijn hier, 5 voor 10. Check, hey, hoe is het? Hoe is het? Dat is goed. Ja, zullen we dat gaan? Ja, dat gaan we doen. Boom. En that's it. Weet je, zo is het ook ontstaan. En zo blijft het ook ontstaan. En zo gaat het ook. Dus ik hoop dat jullie ook die vibe zien. Dat het niet zo moeilijk is als je denkt. Ga het gewoon doen. Ga het ervaren. Ga het voelen. Dan kom je vanzelf tot een conclusie of wat dan ook. Oké, guys? Dus maak je niet drukker dan het al is. Anyways, ik ga naar mijn favoriete onderdeel van het programma. Hij gaat er nu komen. The blessing of the day. The blessing of the day. Yeah, er zijn 62 prachtig mooie kaarten van Chantal. Ik volg Chantal op LinkedIn en check mixmediafan.nl. Ze heeft nu een speciale aanbieding volgens mij voor €24 als je deze prachtig mooie kaarten wil weten. En Rianne, je mag stop zeggen, want dan ga ik er eentje kiezen voor jou. Ja, stop. Stop, geen idee. Ik ga kijken of ik het zo goed vast heb. Ja, zo. Dit is de kaart, lieve schat. Silence isn't empty. It's full of answers. Nou, unknown. Silent isn't empty, it's full of answers. Ik bedoel... Ja, ik kan het hier zo ontzettend mee eens zijn. Mag ik nog één ding nou ook zeggen? Want dit sluit zo aan. Ik doe bijna iedere ochtend een meditatie van Paramahansa Yogananda, heet hij volgens mij. En die zegt ook dat je nervous system, pas als je nervous system uit is. Dus je bent de hele dag aan het werk. De hele dag krijg je impulsen. Dan denk je, oh, ga dit doen, ga dat doen. Blablabla, al die dingen. Dan denk je, oh, ga dit doen. Ik krijg antwoorden. Pas als je tot rust komt, kun jij die ideeën kun je gaan filteren. Vallen er van de, bij wijze van spreken, 20, vallen er al meteen 15 af. Omdat je denkt, nee, dat dacht ik toen, maar dat wil ik helemaal niet. En van die 5 die overblijven, kun je dan vanuit rust op een gegeven moment bepalen of dat de juiste oplossingen zijn voor je probleem. Of dat dat de juiste antwoord is op datgene wat je wil weten. Pas vanuit rust maak je de beste beslissingen. Daar geloof ik zo in. Dus ja, vandaar ook mijn meditaties iedere ochtend. Maar wat ik heel vaak doe is beslissen wat ik de volgende dag ga doen, doe ik 's avonds als ik rust heb. En ik ga overdag, doe ik nog maar heel, alleen als ik echt voel geïnspireerde actie. Oh, dit heb ik te doen, dit voelt echt. Maar dan nog probeer ik altijd even een tijdje van rust in te bouwen om echt te toetsen of het echt zo is. Maar rust, absoluut. Ga de natuur in. Ga wandelen, ga kijken wat er gebeurt. Je krijgt de antwoorden. Yes. Silence isn't empty, it's full of answers. Mardou zegt, al die kaarten passen altijd bij de uitzending. Trudy zegt, dankjewel voor deze mooie boodschap. Stilstaan is ook groeit, absoluut. En Chantal zegt, inderdaad, deze maand summer deal. In plaats van €59 is het €24 via mixmediafan.nl. Ik bevel iedereen aan. Als je wil meer motivatie krijgen, inspiratie. Hier zijn 62 prachtige mooie kaarten. We trekken het iedere keer dat we hier zijn, iedere ochtend. Ja, waar zijn we dan nu? Ja, lieve schat, het is 1:12 en 53 seconden dat we bezig zijn. Mag ik alsjeblieft bedanken, lieve Rianne. Dit is zo gaaf. Dit is weer magic, as always it is. Ik vind dit zo mooi. En eigenlijk, het feit dat we dit gemanifesteerd hebben, dat we iedere dinsdag dit vieren, is het bewijs van iets groots. Dat er iets groots is. En dat we hopelijk jullie allemaal hiermee hebben zeg maar besmet, / hebben geïnspireerd om goede dingen in het werk te gaan zetten. En again, zowel de podcastluisteraars als de live kijkers. Weet je, iedere dinsdag, vanaf over 2 weken zijn we dan weer iedere dinsdag. Wees er gewoon bij. En als je thema's hebt, als je vragen aan ons hebt of
of wat dan ook. Let us know. Maar terug naar mijn dankbaarheid naar jou, Rianne. Het is ongelooflijk wat voor dienstdagen jij hebt gecreëerd voor ons, voor ons leven. Dus ik ben je zo dankbaar dat dienstdagen zulke magical days zijn geworden dankzij jou. Dus dankjewel, lieve schat. Het is zo waar genoeg om je hier te hebben. Iedere keer van de vriendschap te genieten, van de liefde, van de zielmaatschap. Ik vind het heerlijk. Dus dank, dank, dank. Duizendmaal dank dat je er bent, lieve Rianne. Super cool. Nou, jij, ja, geheel wederzijds. Dit is ook een co-creatie. Absoluut, absoluut. Nou, lieve kijkers en luisteraars, nogmaals. Dit was een waar genoegen. We zijn al bijna een uur en een kwartier bezig. Thanks voor het kijken, thanks voor het luisteren. We zijn er morgen. Ik heb het deze week allemaal over jouw beste jaar ooit. Mocht je de thuisstudie willen checken, dailybusinessboost.com. Maar morgen ga ik het hebben over stap 2 en 3 van jouw beste jaar ooit. Namelijk, hoe maak je een SWOT-analyse en hoe zorg je dat je daar een strategie uithaalt. Even totaal ver van ons bedje. Voor nu wens ik jullie een prachtig mooie dinsdag. Ik hou van jullie allemaal. Thanks wat je allemaal waren. Special thanks to Rianne. Dankjewel, lieve schat, dat je er weer was. En tot over 2 weken hier weer. En see you later. Hasta luego, amiga. Doeg allemaal. Dankjewel voor het luisteren naar mijn live show. Geweldig. Wil je een keertje nou live bij mijn live show aanwezig zijn? Dat kan. Elke dag om 10 uur ben je van harte welkom via LinkedIn Live, Facebook Live of YouTube Live. Je vindt me als je mijn naam intipt in de zoekbalk op LinkedIn, Facebook of YouTube. Ben je nou erg leergierig? Wil je nu je business laten accelereren? Download dan nu helemaal gratis mijn e-book met de allerbeste 100 social selling tips op www.dailybusinessboost.nl. Zoals ik altijd zeg, wij zijn ondernemers. Wij zijn de kracht van de economie. Maak het verschil, iedere dag, iedere uur. En tot de volgende keer. Ja, tot de volgende keer. Doeg, lieve Rianne. Doei, 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 doei. Hoi, hoi. Doei.